Zo, nog een paar stukjes glas en ik ben hartstikke druk bezig hier. Even kijken, ik moet daar naar beneden vallen. Is een nieuwe, het is trouwens nieuw hier, kijk, allemaal glas. Niet denken dat je doodvalt. Dan wie. Xbox, PlayStation 4. Oké, we gaan even glas op bed. Wacht even. Hallo? Hallo? Wie ben jij? Oh, hi! Ik ben Mike. De tuinman vandaag. Tuinman? Heb jij zo'n tuinman ingehuurd? Ja, ik krijg alleen geen loon. Nou, dat is ook goed. Kijk, hier moet je zelfs dat betalen als je naar binnen gaat. Dat is echt, slaat nergens op. Ja. Ben je naar binnen geweest? Nee, je bent geen inbreker. Want ik heb een CIA-pakje aan, hè? Pas op. Nee. Oh. Nou ja, het zal wel. Nou, fijne dag nog dan. Ik weet niet wat je hier doet, maar fijne dag, hè? Oké. Nou, ik zoek eigenlijk toch wel een nieuwe bouwer. Kan jij bouwen? Wat staat er boven mijn hoofdje? Weet je dat? Billentaart. Ja, ik ben Mike Billentaart. Nou, typ eens wat in de chat. Dan wil ik zien of het Billentaart is. Bouwteam? Ja. Nou, sorry, maar dan heb ik je nodig. Ja. Waarvoor? Ik ben een fake Mindtopia aan het maken. En ja, ik heb bouwers nodig. Ik heb een huis nodig, of een perkje, of een standbeeld, of weet ik veel wat. Ik wil dit dorpje helemaal uitbreiden. Dus als je wil helpen, mag het. Ja, ik ga wel een mooi huisje langs Jesse bouwen. Als dat mag. Ja, mag voor mij. Ik heb trouwens hier allemaal spulletjes verzameld. Ik weet niet of je het nodig hebt, toevallig. Oh ja, nice. Kan ik mee aan de slag? Top. En waar wil je hem bouwen? Ik denk dat het hiernaast wel een mooi plekje is. En hoe groot wordt die ongeveer, denk je? De helft van dit stukje of zo? Zo ongeveer. Zo? Ja, dan kan hiernaast nog iemand namelijk. Nee, nou succes. Dank je. Ga maar eventjes goed nadenken waar je begint. Dan laat ik nog eventjes wat zien aan andere mensen. Ja, andere goed. Mensen. Lopen hier heel veel mensen? Nee, maar ik ben hier dus even zo'n weg naar beneden aan het brengen, maken. Want het was eerst water en dat is heel irritant. Dat duurt heel lang voordat je er bent. Dus ik dacht, nou, dit is beter. Het heeft me wel heel veel geld gekost, maar ik krijg ook elke keer geld van mensen. Dus hey, komt helemaal goed. En als je dan, dat gaat echt langzaam. Als je dan omhoog wil, dan neem je de trap omhoog. Maar die moet ik eventjes nog aanpassen, want die zit in het gat. Zo. Oké. Nou, even wat eten. Hap. Als het helemaal naar boven is, dan komt er ook nog op een gegeven moment een tweede etage, derde en misschien ook nog wel vierde. Hangt vanaf hoe groot de huizen en hoe hoog ze worden, maar dat komt wel goed. Hè, Mike? Wow. Ja. Het begint gelijk mooi. Ja, ik begin met een hecht. Ja, ik vind het echt super cool al. Wauw. Dank je. Ik zat echt van wow. Nee, zo heb ik het nog nooit gezien eigenlijk. Je denkt dat een standaard een hekje, zoals bij Jesse, of zo'n hekje wat je bij dieren hebt. Maar dit is echt wel gaaf. Ik ga even wat dingen opruimen, want ik heb mijn inventory helemaal vol, want ik was daarmee bezig, totdat ik jou tegenkwam. Sorry. Nou, maakt niet uit. Dit is echt gaaf. Dit lijkt net zo'n reling wat je op een... in een kasteel heb bij de prinses, zeg maar, op de kamer. Heb je ook zo'n mooie reling bij het balkonnetje? Nog nooit geweest bij een prinses? Nee, ik zoek er nog één. Sorry. Oh. Nou, als er een prinses kijkt, Amalia of hoe heette die anderen? Ariane, Endora, de Semenmin, wie dan ook.
Als iemand kijkt, ik ben vast een prinses vergeten. Mike zoekt een prinses. Maar dan moet jij ook als prinses behandelen, hè? Ken je dat wel? Ja, dan heb je een probleem. Dan krijg je met Willem-Alexander te maken. Of met de vader van de Zeemermin of Ariel dan. Of de, nou ja. Hé, maar waar moeten mensen jou van kennen eigenlijk? Kennen? Nou, onder andere, zoals je boven mijn hoofdje ziet, misschien het bouwteam. Maar ik ben ook verder in mijn dorpje. Heb ik een eigen kermis. En die kermis is rondgaand in heel mijn pje. En dat is het eigenlijk. Ik weet het, ja. Ik heb nog steeds koppijn. Ik kreeg op het einde ook allemaal blackouts. Ik weet niet of je dat door had. Oh, ik had een paar blackouts. Ik zag soms in één keer zwart. Maar je moet er echt wel eventjes... Misschien een veiligheidshelm of zo. Dat mensen dat moeten dragen. Misschien is dat een hint. Hint. Ja, fout. Kijk, een bouw maakt ook wel eens fouten. ik heb niks gezegd. Nee, ik heb niks gezegd. Nee, ik vind het echt tot nu toe... Vind ik het al eigenlijk heel mooi. Dank je. Ja. Maar doe je verder nog wat in mijn topje dan alleen de kermis? Ik ben ook nog medewerker bij de shipyard. Dus voor de boot. Ah, ik had ooit een bootje. Een inimini bootje, maar Willem heeft die nu. Maar misschien heeft hij hem ook alweer doorgegeven aan een ander. Of is hij versopen of gesloopt. Ik weet niet wat ermee is gebeurd. Die kostte toen 50.000. Zo'n kleintje. Ik mis hem wel. Ja, ik snap het. Wat is de goedkoopste boot tegenwoordig? Poeh, ik denk rond de 15.000. Zoiets ongeveer. Of en, 8. En een vergunning en een staartplaats. Hoe zit dat? Weet jij dat? Je kunt bij de gemeente een plot, bootplot aanvragen. En dat betaal je dan per blok betaal je dan een prijs. Maar het zal toch niet zo heel duur wezen als vroeger? Vroeger was het 100.000 voor een klein stukje. Nee, dat is niet meer. Nee, oké. Dan zou het nu iets van max 10.000 of zo? Voor een klein bootje? Ja, ik denk het wel. Zo ongeveer. Moet ik dan maar eens even naar kijken, want ik wil echt wel graag weer een bootje hebben. Eigenlijk zo'n speedbootje, weet je wel. Of zo'n waterscooter. Als dat er is. Ik weet niet of dat er is. Moet ik binnenkom maar eens even kijken. Yes. Zie ik je wel verschijnen. Ja, dat zal wel, ja. Begint er al op te lijken, hè? Wat ik zeg. Ja, dat klinkt misschien heel alsof ik het licht heb gezien of zo. Maar ik vind dit echt een mooie... Mooi hek-achtig... iets. Oké, nou, dat... ik ben echt noob. Je hebt je ook nodig, hè, noobs. Kijk, bouwers maken wel eens fouten. Nee, grapje. Nee, niet doodgaan. Live. Nee, ik accepteer het. Ik accepteer het. Het zijn mensen. We zijn mensen, ja? Hallo? Mensen maken fouten. Nee, wat vind je het huis van Jesse eigenlijk dan? Donker. Ja, maar op zich wel leuk, toch? Het heeft wel een beetje zo'n... Heel mooi ingericht. Zo'n, hoe heet zo'n stijl, Victoriaans? Beetje. Ja, die rode ramen, dat was puur voor dat ik erachter kon staan. Oh ja, dat is fijn. Maar dat doe ik dus niet. Weet je, dat gaat me net te ver. Als ik iets van moet helpen, moet je het zeggen, hè? Ja, komt er goed. Ik zit er weer even denken hoe ik hem wil maken. Ja, dat snap ik. Nou, dan ga jij even een beetje een skelet maken of zo. Ja. Dan ga ik heel even snel een stukje trap corrigeren. Een heel klein stukje, maar hoor. Ja, dat is gewoon heel vervelend, want dan denk je dat het goed gaat en dan gaat het gewoon niet goed. En dan ben je gewoon, nou ja, dan ben ik best wel weer noob, zeg maar. Ik heb altijd het idee als ik met een bouwer zit, dat die gaat kijken van, jee, die bouwt slecht. Ja, maar dat idee heb ik altijd. En dat is dan misschien niet zo. Maar ik geloof dat nooit. Wow, die boot slecht. Nee. Wat? Niks. Ben niks. Oh, maar bouw jij trouwens die boten dan ook zelf, of niet? Ik ga het volgende seizoen ga ik... Ben je daar goed in? Ik ben er niet de beste in, maar ik kan het wel. Oh. Nou, misschien kan jij binnenkort, als het de tijd rijp is, dan ga ik misschien een stukje water of zo maken. Dan kan jij een mooi bootje maken erin. Daar kunnen we eventueel voor kijken, ja.
Dat kan altijd misschien, ja. Niet nu hoor. Nu ga je daar maar lekker mee bouwen. Ik heb trouwens hier nog wat in één zo'n kist zitten wat tuinspulletjes. Als jij iets voor de tuin erbij wil, dan kan je dat eruit halen. Die kist die staat naast de trap omhoog. Komt helemaal goed. Top. Zo, 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 zo. Sorry. Ik moet niet elke keer bij elk ding praten natuurlijk. Hoe lang speel jij Minecraft? Hoe lang ik Minecraft speel? Ja? Poeh. Ik denk toch al bijna 5 jaar. Zoiets. En begon je op de PC? Ja. Wel op de PC begonnen. Ah, nice. Ik er niet. Hoe ben jij begonnen dan? Oh, op de Xbox. Oh ja, die mogelijkheden is ook nog. Ja, tegenwoordig zoveel mogelijkheden. Ja, maar ik zag mijn vriend erop en ik dacht, wat doe jij voor een kinderachtig spel, weet je wel? Toen zei hij, maar ik moet dia vinden. Ik zei, dia vinden? Ja, ik moet diamant vinden. Dat is een lichtblauw dingetje in een blok. En ik dacht echt van, oké, ik ben goed in zoekspelletjes. Tenminste, dat vind ik leuk om te zoeken. Dus toen deed ik mee en toen dacht ik echt van, wauw, wat een leuk spel. Ik snap het niet waarom nog steeds, maar ik vond het leuk. Maar komt ja, dan vind nog steeds eigenlijk wel. Sinds ik op de PC zit, zijn er zoveel mogelijkheden. Ja, klopt. En we waren toen echt helemaal gewoon, we hadden geen ideeën wat we moesten maken. Op een gegeven moment kwam ik dus video van David tegen en zo kwam ik dan in het circuit online. Oh ja. Maar ik had echt helemaal geen verstand van Minecraft. Echt. En nu nog steeds niet? Nee, eigenlijk niet. Ik vraag nog steeds heel veel dingen. Hoe werkt dit? Want op de Xbox wordt het allemaal voor je gedaan. Dan hoef je alleen maar aan te klikken wat je wil en het wordt gemaakt voor je. Je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Oh, zo handig inderdaad. Ja. Ik ben bijna klaar hoor. Ik heb in ieder geval... niet. Nee, maar ik ga straks nog even bij jou kijken, want het draait nu om jou vandaag. Ik word in het zonnetje gezet, joepie! Weet niet, oké. Jij met je little pony in die aflevering van de kermis. Ik dacht dat bij het nou vergeten. My little pony, ja, nee, my little pony. My little pony. Ja, ik zag het inderdaad. Oh, ik vond het geweldig. Ja, ik denk, ja. Ik speelde vroeger ook met My Little Pony, dus. Ik heb vroeger ook met Sony gespeeld, maar dan niet met zo'n... Met wat? Dingetjes. Ja, ik weet niet meer hoe die dingetjes heten. Dingetjes. Zoveel dingen. Ja, echt wel. Nou, het skelet ziet er goed uit. Wow, de voorkant ook. Doe een beetje denken aan een leeuw. Wauw. Nee, er komt er geen edit hieronder. Dat is my little pony. My little pony, my little pony. Oh, dankjewel voor de tip. Nou, Kan ik naar huis? Ja joh, iedereen staat voor gek in afleveringen van mij. Ik zelf ook altijd, namelijk. Oh, madam. Maar dat hoort bij mij. Ik ben een beetje cringe en noob. Daar hoort dat gewoon niet serieus bij. Kijk, dat ik toen laatst met David in de prison ontsnapt ben, dat was echt puur geluk hebben. Dat ik daar net door die poortjes heen ging, omdat die prison guard net te laat was om ze dicht te doen. Maar ik dacht echt, dit gaat zo falen, want ik ben zo iemand, ik kan niet eens parcouren, zoals je weet. Ja, ik. Noobs heb je ook nodig. Pro's. Ja, ik ben wel pro in het noob zijn. Telt dat ook? Ja, vandaag wel. Thanks. Ik ben toch ergens goed in. Ik zit namelijk te denken, die trap is niet eens in het midden van het eiland. Ik zat naar boven te kijken, dit is toch niet in het midden? Nou ja,
Dan komt in het midden gewoon een soort standbeeld of zo. Oh, ik druk allemaal knopjes in die ik niet in moet drukken. Nou, ik ga ondertussen even het beeld versnellen, als je dat goed vindt. Yes, dat betekent niet, dat betekent niet dat je nu snel gaat bouwen, maar... Jawel, heel snel. Achteraf zie je het snel. Dus, ik ben heel snel. Ja, ja. Ik was My Little Pony. Nou, niks mis met My Little Pony, ja. Oh. Sorry, joh. Bitch. Tell me your voice password to continue. Nee. Ga weg. Dat kind dat praat gewoon dwars door opnames heen. Jij denkt echt, wat een noob. Denk ik niet alleen voor jou, hoor. Nee. Danny kan er ook wat van. Nee. Dan knip je eruit, hè. Hoi. Hi. En je bent al een heel stuk verder, hè? Dat klopt zeker. Echt vet cool. Ik denk dat we naar de binnenkant gaan. Oh, laten we naar de binnenkant gaan. Ik heb alleen geen schep. Heb je toevallig een schep? Kun je toch maken? Ja. Of ben je lui? Ik ga maken. Moet dat de modder er, of de, ja, de modder eruit? Ja, dat gras moet eruit. Er zit alleen één laag plank onder nog. Oh nee, dat is wel. Is dat erg? Nee joh.
Maar je hebt er ook handen om moorden weg te hakken. Ik ben net een hondje trouwens zo. Hé, ik help je toch. Ik heb bijna allemaal weg, man. Ik heb echt snelle hand. Ja, je hebt sneller. Laat maar. Pidi Gonzales. Ja, dat zie ik, ja. Maar ik heb toch een beetje kunnen helpen. Elk beetje helpt. Ja, daarom. Hoe noem je jouw bouwstijl eigenlijk? Geen idee. Ik noem het Danee-stijl. Nee, My Little Pony. My Little Pony. Oh, dit moet ik weghalen, bedoel je? Nee, prima, joh. Zo. Nou. Welk vloertje willen we? Ik heb bijvoorbeeld deze bij me. Een glowstone is niet mooi. Misschien weet ik wel iets. Is dat deze? Deze? Kijk, ik doe niks. Nee, dat is moes. Ja, wacht even. Kijk, weet je wat ik altijd doe in survival? Dat kan je weghaken. Kijk, zo, maar dan heb je van acacia wood, zeg maar. Dat lijkt net op laminaat. Oh, ja. Ik denk dat ik gewoon een rondje ga bouwen. Hier midden in Oakwood. Dat mag. Het is jouw huis. Jongen, al die fouten ook altijd niet waar. Ik heb niks gezegd. Daar is de deur, hè, Martje. Oké, doei. Doei. Waar is die deur dan? Er zit geen deur. Nee, ik zou net zeggen. Oh, wat erg dit. Maar ik ga eventjes een rondje om het huis. Heel. Ik heb een pickaxe, hè. Ik krijg een privébericht op TeamSpeak. Waarom krijg ik privéberichten? Oh, wie is dat zo aan het stalken? Ik ga niet kijken hoor, want nee, ik ga niet kijken. Ik weet niet wie je bent. Maar ik ga niet kijken. Oh, ik ben wow. Mike, aangenaamd. Wat? Maar ik vind het cool. Wat? Hé? Waarom kan ik geen deur maken? Gewoon. Oh, hehe. Wauw. En je laat ik gewoon een chocoladedeur. Ik noem deze ding op chocolade. Lijkt ik op chocola, heb ik? Eigenlijk wel, ja. Van die koetjeschocola. Ja, dat weet ik dan weer niet. Oh, dat zijn van die chocolaatjes met ook zo'n stukje... Ja, hoe noem je dat? Zo'n soort... Nou, hoe zeg je dat? Zo, je ziet die toch... Nee, dat is... Nou, laat maar. Ik doe wel even een koetjeschocola in beeld, dan kan je het terugzien. Zeker kijken. Ja. Die had ik vroeger altijd. Maar als ik die nu eet, dan proef je alleen maar melk. Melk is goed voor elk. Behalve als je er allergisch voor bent. Ja, klopt. Ja, dat klopt toch? Maar weet je waarom iedereen melk drinkt tegenwoordig? Of vroeger ook dan, maar weet je waarom iedereen melk drinkt? Nee, dat ga je mij niet vertellen. Ja, klopt. Ja. Nee, vroeger hadden ze een overschot aan melk. Dus toen zeiden ze van dat melk goed was voor iedereen. En daarom kocht iedereen melk. Maar melk is goed voor elk. Dat is dus een zinnetje die bedacht is in die tijd. Officieel is melk helemaal niet zo goed als je er heel veel van drinkt. En wist je, nou ga ik nog een beetje doen. Je hebt toch van dat water met bruisend water, heb je toch? Ja. Drink je dat wel eens? Niet echt. Oh, nou ik heb een tijdje heel veel gedronken van dat soort water. En op een gegeven moment merkte ik gewoon dat ik last kreeg van spieren en van botten en zo. Dacht ik even, wat is dat nou? Bleek dus dat je van bruisend mineraalwater, dat je calcium af wordt gebroken. En dan bedoel ik dus niet prikdranken. Ook al heeft Coca-Cola wel bruisend water erin zitten. Maar er zit heel weinig in. Maar het breekt dus calcium af in je botten, waardoor je dus pijn krijgt. Oh. Ja. Heel serieus gesprek dit ineens. Ja, daar steek ik nou wel eens op hoor. Lolbroek. Ik heb geen lolbroek bij me. Nou ja. Wat gaan we maken? Een bukketje. Nu gaan we een keukentje maken. Oh. Heb ik wel een oven nodig. Oh.
Dan gaan we kijken hoor. Ik ga hier wel een beetje staan, dan kan ik het wel een beetje volgen. Ja. Over, stap 1. Stap 2. Oh, met een barretje erbij. Ja, ja. Nice. Oh. Oh. Weer een beginnersfout. Nee, grapje. Even iets beter halen, hoor. De BT betekent toch beginnersteam? Ja. Dat is mijn chocoladekoekkast. Leuk. Er hoort trouwens ook een knopje bij. Moet ik dat knopje even maken? Ja, lijkt een goed plan. Oh, heb je meerdere knopjes nodig of één? Eentje is prima. Ook niet één voor een deurkruk? Deurtje? Of heb je hier geen kastjes? Nou. Zo, deur tegen me. Dat gebeurt in het echt ook hoor, zo'n klungel ben ik wel. Nee, ik... A few moments later. Zo, nou, ik zal eens even aanbellen, want volgens mij is Mike inmiddels wel klaar. Want, oh, die kut die deur. Ik heb aangebeld. Hoi! Hoi, hoi. Hoi. Mag ik binnenkomen? Ja, dankjewel. Ja, 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 ja. Oh, oh, een beetje krap hier. Ja, nou, laat zien, wat heb je gemaakt? Kijk, als eerste hier is mijn hele mooie schoenenrek. Oh ja. Kijk, hier gooi ik altijd mijn schoenen zo neer. Zo. Nou, jammer. Nee, het is even mij. Ja, nee, sorry, sorry. Ja, een mooi schoenenrekje. Dit is mijn kitchen. Ja, deze heb ik neergezet, die blok, dat blok. Ja, het blok. Ja, heel mooi. En deze knop heb ik ook gedaan. Chocoladekoekkast. Ja, 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 ja. En dan hebben we hier nog een heel mooi bijtje van pressure plates. Oh, wauw. Ja, heel leuk. En hier is de chilling, chilling bank. Chilling bank. Bank nog wel. Oké. Okay, ja, top. Chilling bank. Chilling bank. En toen? En dan gaan we naar boven. Zo. Ja. Hier is mijn ophoekie. Wow. Cool. Vet cool en gedaan. Mijn twee kastjes. En hier is mijn bed. Wow. Hallo. 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 Moet jij me iets vertellen? Ga jij vreemd? Vreemd? Oh nee, sorry. Nee, dit is geen Mytopia. Hé, hey, nee, maar wie is dit? Jouw prinses? Ja, dit is mijn poetsprinses. Poetsprinses? Nou, als een poester. Nou, ja. Nee, dit is Daneetje. Hoi, Danee. Ze heeft ook een hele mooie Hallo. Wortel. Ik ken jou nog wel van... Ja, mooie wortels. Ik ken jou nog wel van de kermis. Ja, dat klopt. Ja. Nou, ik heb mijn tong weer gevonden. Nou, en je cavia? Hoe ging het daarmee? Daar ging het heel goed mee. Oké, ik zat echt even te denken... Wat de... F? Ja, wow. Rustig. Hij wou me schieten. Nee, maar... Oh, wat doen jullie? Dit is jullie slaapverblijf of... Misschien. Schijn. Oké. Nou, super cool, man. Oh, ik zit... Jongen. Nou. Dit is... Oh, het is gewoon een juwelenkistje. Ja, voor de neer. Want een ijsbeer, diamantjes, dingetjes, spook. Is dat een ijsbeer? Ja. Dit is een ijsbeer. Oh, het leek ook een beetje op een koala. Hoe zie je hier een koala in? Nou, een dikke neus. Nou, een koala is grijs. Ja, nou. En een zwarte piet is oké. Okay. Einde discussie weer. Nee, maar... Er zit er geen geheim in. Nou, ik vind het een tof huis geworden. Ik ga naar beneden, want ik vind het eng met jullie daar. Ik hoor alleen maar geluiden. Maar heb je nog wat aan de tuin gedaan? Verder? Gewoon hetzelfde nog, hè? Nog altijd hetzelfde. Helemaal prima. En je bent tuinman, zag ik wel bij Jesse. Ja, ik ben tuinman. Ja. Pakmanschap. En die spullen trouwens. Heb je alles... Wow, je hebt nog heel veel over. Ja. Voor de volgende persoon dan maar. Je hebt niet meer nodig. Nee. Top. Dan hey. Ja. Ben je goed in bouwen?
Dan ik kan wel bouwen. Of misschien een fontein of een parkje of dat soort dingen. Ik kan een boom zetten. Nou, dat kan ook. Jij mag best wel een keertje een boom zetten, hoor. Nee, Danny kan heel goed bijvertjes bouwen. Ja, niet nu, maar denk maar even na hoe je het wil gaan bouwen. Dan mag jij hier ook ergens wat leuks bouwen. Ja. Dat lijkt me wel leuk. Dan kom jij in de volgende... Nou, niet in de volgende. Maar je komt zo snel mogelijk erin. Ik heb een beetje 2 nu al in plaats 1. Ja, is goed. En mijn pc zit vol. Daarom viel de opname net ook uit. Nou, dan ga jij binnenkort ook wat leuks maken. Dat vind ik tof. Je mag hem zelfs gewoon... Als je wil, mag je hem precies hier maken. Het boeit me echt niet waar je maakt. Ik ga de wegen... Ja, ik zet hem ook gewoon op dit blokje. Oké, okay, zet maar een bosje neer. Wie moet ik... Ik zet een bosje neer. Ik heb hem... boom. Dan... Nee. Zo. Huh? Ja. S? Waar komt die S van? Weet ik niet. Weet ik echt niet. Maartje, we zijn één ding te eten. Wat dan? Oh ja, de bordjes. Ja. Bordjes. Zet dat maar even neer. Hij moet nog even een handtekening zetten. Plot nummer 2, doe maar. Maar dan ga jij hier een mooie wensboom of zo maken. Ja, de heilige boom. Ja, precies. Dan maak jij hier een leuk boompje. Maar dat komt dan binnenkort. Zou ik de volgende ook even zeggen dat hij hier niet mag bouwen. Hoeveel heb je nodig? Hoeveel ruimte? Ik maak er ook een mooi vijvertje omheen dat het heilig is. Is dit een beetje de grootte die je wil? Of misschien wat groter? Iets groter. Dan komt er een mooie boom te staan. Oké, en hoeveel is iets groter hier zo? Ja, zoiets. Oh, nou die dan. En dan hier. Zo? Ja. Oké, dat is helemaal niet synchroon. Wacht. Nee, ik zit ook al te kijken. Nee, dit ook niet. Wat is dit? Dit is niet symmetrisch. Dat bedoel ik. Ik zeg synchroon, maar... Ah. Daar. Nee. Of wel? Jawel. Best zo. Ja, zo. Perfect. Ja, dit is groot genoeg voor jou? Ja. Nou heeft het geen midden. Nee, dat zie ik ook. Echt, hè? Dan moet het dus... Nee. Huh? Nee, nou maak je het weer te groot. Ja, het moet niet te groot. Zo. Nou wordt hij kleiner. Ja, maar we kunnen altijd nog een beetje uitbreiden. Dat komt wel goed. Dan moet je niet bang worden. Zo. Nee, lukt maar net niet. Kijk, dan heb je een mooi stukje. Dan kun jij een mooi iets maken. Tof. Waar, dan moet je hem zo groot maken dat je zijn huis niet meer ziet, hè? Ja, dat is ook wel voor. Ja, hoi, Mike. Nee, hallo. Ding dong. Ding dong. Ja, ik moest even bellen, want het kloppen deed het niet. Gegroet. Niet verpellen, hè? Oké. Ja, sorry, ik ben heel goed in moppen. Nee, grapje. Maar, nee, cool. Vind je het mooi geworden, Dané? Heel mooi. Ja, en die van Jesse ook? Nou, die valt wel mee, hoor. Nee, die is heel mooi. Het is een beetje dezelfde kleurtjes, maar toch weer net anders. Ik vind die pompoenen leuk. Ja, die heb ik neergezet. Oh. Dat is het enige wat ik... Jij mag ook iets van pompoenen bijzetten nog, als je dat wilt. Maar dat moet je zelf weten. Ik heb pompoenen daar in die kist staan. Wat doen jullie? Hoi! Wat is dit? Ja, dat is een rood glas. Hé, hey, hoe duur? 25 euro per nacht. Oh, ik dacht 25 euro per glas. Ik denk, dat is niet duur. Ook. Oké, nee, maar thanks voor je bouwkunst, Mike. Geen probleem. En jou spreek ik nog. Ja. En mij niet meer. Ja, ook, want jij zou binnenkort nog even wat anders maken, hè? Een bootje. Ik zit heel de tijd naar die ogen te kijken van die kip. Maar jouw ogen... Oké, verwarrend. Het lijkt zich op elkaar. Ja, prachtig. Ook zijn mooie skin. Ja, ik wil ook zo een eigenlijk. Maar dan met mijn t-shirt aan, zeg maar. Maar dan wel mijn hoofd hetzelfde, zeg maar. Alleen die kleding vind ik leuk. Kan geregeld worden, denk ik. Oh! Maar dan wel die kleding... Wacht even, ik doe mijn kleding. Wel die kleur t-shirt. Ja, ik moet even kijken. En het liefst de korte mouwen. Nog meer wensen? Heel eisend. Ja, nee, maar dat komt puur omdat ik een status heb, hè. Welke? Ja, het is net dat Sinterklaas zijn meid er altijd op moet. Hou op! Nee, maar ik ga er vandoor, want mijn computer zit vol. Ja, kom, dan even dat is de enige reden.
Ja, doei. Veel plezier. En ik spreek jullie. Doei. 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 My little pony. My little pony. Doei. Doei. Ik ben mijn eigen Mindtopia begonnen hier op dit eiland. Wist je dat al? Nee, dat wist ik niet. Ik ben een fake Mindtopia begonnen. Oh, ja, het ziet er leuk uit. Ja, dit is het nog niet hoor. Jij bent de eerste die een huis mag zetten in fake Mindtopia.